Je eigen bedrijf starten zonder geld. Hoe doe je dat? Deze vraag krijg ik steeds vaker naarmate mijn eigen bedrijf ook aan het groeien is en mensen me vragen om bijvoorbeeld gecoacht te worden of de eerste stappen daarin te zetten. Mensen vinden me via social media en stellen deze vraag. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Ik heb vier inzichten voor je op een rij gezet waar je direct mee aan de slag kunt gaan. En ik hoop dat ze jou inspireren jouw eigen bedrijf op te zetten zonder dat je daar per se veel geld voor nodig hebt. Ten eerste is dat, en daar wil ik het als eerste over hebben, je tijd. Oké, dus als je weinig geld hebt of je wil iets gaan opzetten zonder geld, dan moet je weten dat je tijd moet investeren. Dus dat is stap nummer 1. Dus creëer tijd voor jezelf om ermee aan de slag te gaan. Ook al is dat maar 1 uur per dag of misschien zelfs 30 minuten per dag. Maakt niet uit, maar je zult die tijd moeten investeren. Dus maak die commitment om ook die tijd daarmee aan de slag te gaan. Tip nummer 2 die je daarna, dus als je die tijd hebt vrijgemaakt, dan kun je aan de slag met het allereerste. En als je je bedrijf wilt starten, kun je wat mij betreft niet zonder je website. Je website is als het ware je home base. En zoals je in je echte leven je huis hebt, zo heb je als bedrijf zijnde je website. En je kunt niet zonder je website leven wat dat betreft. En zo kun je dat ook niet met je business doen. Dus bouw een website. Die kun je dus helemaal zelf maken. Dat kun je doen met WordPress. Daarnaast zijn er een aantal templates die het makkelijker maken om dit op te zetten. En het is echt niet zo moeilijk. WordPress kun je heel eenvoudig. Ook al is er maar 1 pagina, maar je start gewoon ergens mee. Wil je een iets uitgebreide template waar je dus iets meer mee kan, dan kan ik je Avada aanraden. Dat is ook datgene wat ik zelf gebruik. Ik zal het linkje zet ik hieronder ook eventjes in de beschrijving van deze video. Dus dan kun je daar gewoon op klikken en kun je kijken of het ook iets voor jou zou kunnen zijn. Het template kost wel een beetje geld, dus je hebt ongeveer, laten we zeggen, een €50 nodig. Ik weet niet precies het bedrag, maar zoiets is het. Nodig om dat template aan te schaffen. Ook voor je hosting enzovoort. Voor de website heb je wel een paar tientjes nodig. Dus laten we zeggen per maand of per jaar heb je een bedrag van ik denk €50-60 nodig voor de hosting en de domeinnaam als je een goedkope versie kiest. Zelf zit ik bij Antagonist, die zou je ook kunnen gebruiken. Ik zet dat linkje hieronder ook eventjes erbij, dan kun je daar zelf naar kijken. Dat is stap nummer 2, dus je website. Stap nummer 3 die ik met je wil delen is bouw een gratis product. Oké, dus bouw een gratis product, zodat mensen alvast hun e-mail kunnen achterlaten bij jou, hun e-mailadres. Je kunt hier dus denken aan een weggever. Heel klassiek is een e-book. Je kunt een videocursus maken, maar ik zou zeggen als je net start, maak gewoon een e-book. Dat hoeft niet groot te zijn, dat hoeft niet 20, 30 pagina's te zijn. Dat kan ook een paar pagina's zijn. Een paar pagina's met echt hele goede tips over dat onderwerp waar jij graag je uiteindelijk ook je product over wil verkopen. Dus je geeft ze alvast een beetje een sneak preview op die manier. En wat je aan het doen bent, is dat je dan e-mailadressen verzamelt op die manier. En vanuit die e-mailadressen zou je bijvoorbeeld je producten kunnen verkopen. Dus dat is stap nummer 3. Dus zorg voor een gratis product waarmee je kunt gaan testen. Werkt het wel, werkt het niet? Bouw interactie op ook met de mensen die de weggever hebben gedownload of zich daarvoor hebben aangemeld. En stap nummer 4. En dat is de laatste stap alweer, is als je dit hele patroon in orde hebt gemaakt, dan wil je natuurlijk zorgen dat je online zichtbaar wordt. Dus zet dan pas je kanalen in. Dus zet dan pas social media in. Ga dat helemaal opzetten. Zitten je mensen op Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube? Waar zitten zij? Maak eerst dat kanaal heel goed en ga dan pas echt groeien op andere gebieden as well. Dus zorg ervoor dat je deze stappen doorneemt als jij je eigen bedrijf wilt starten zonder geld, dan kun je dat hiermee doen. Je hebt dus wel een paar tientjes nodig voor de domeinnaam en de hosting. Daar ontkom je echt niet aan. Maar voor de rest heb je echt niets anders nodig. Dus ga daarmee van start. Wil je hier meer tips over hebben? Ik heb meer video's gemaakt die ook iets dieper hierop ingaan. Dus kijk dan even op mijn YouTube kanaal. Wil je in ieder geval meer tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.